Op de 3 februari van dit jaar mocht de geliefde zangeres Willeke Alberti haar 79ste verjaardag vieren, een mijlpaal die nu de opmaat vormt naar haar 80ste levensjaar. Een moment waar ze vol verwachting naar uitkijkt, vooral na de recente, ingrijpende verliezen die ze heeft moeten doorstaan. In oktober 2023 nam ze emotioneel afscheid van haar dierbare dochter Danielle, die na een langdurige strijd tegen een slopende ziekte het leven liet. De pijn van dat verlies zindert nog altijd na in het hart van de zangeres. Vlak voor de jaarwisseling werd het verdriet verder vergroot door het overlijden van haar jongere broer Tony, die onverwacht werd getroffen door een hartstilstand. Te midden van deze aangrijpende gebeurtenissen koestert Willeke Alberti een diep verlangen voor haar nieuwe levensjaar. Haar wens, die wellicht niemand zal verbazen, is eenvoudig en essentieel: mijn grootste wens is om gezond te blijven, deelt ze met het tijdschrift Party. Haar levensstijl, gekenmerkt door het vermijden van alcohol en tabak. Draagt bij aan haar welzijn en stelt haar in staat om haar passie, het zingen, voor te zetten. Eigenlijk is er niets bijzonders aan, lacht ze. Maar juist door fit en blij te zijn, kan ik mijn werk nog steeds met volle toewijding doen. Bij optredens word ik opgeladen door de warmte en genegenheid die ik ontvang van mijn publiek. Het is onbeschrijfelijk en niet in woorden te vatten. Willeke Alberti koestert de kracht die ze put uit de verbinding met haar fans, een kracht die haar motiveert om door te gaan, zelfs in tijden van rouw en verlies. Haar wens voor gezondheid getuigt niet alleen van haar nuchtere kijk op het leven, maar ook van haar diepe waardering voor het vermogen om te blijven doen waar ze van houdt. Mogen haar tachtigste levensjaar gevuld zijn met gezondheid, vreugde en muzikale momenten die de harten van velen blijven verwarmen.